Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Haribo. Maar daar zit Winston Wilson. Winston Wilson is, wat moet ik zeggen nou, die is in de organisatie van de NCC 2023, dat staat voor National Compliance Congress in Suriname. Hey Winston, ik weet niks van National Compliance Congress Suriname 2023, wat is dat eigenlijk? Het Nationaal Compliance Congres 2023 in Suriname is in het verlengde van de Nationale Risicoanalyse, de National Risk Assessment, in Suriname heeft ondergaan van de hele wagon, de Financial Action Task Force. Dat onderzoek is toen gekomen dat Suriname een medium risicoland is op het gebied. Ik ben niet tevreden met het geluid, man. Dit is serieus nieuws, serieuze radio, dus waar ligt het aan? Hoor je mij? Ik hoor je wel, maar als je gaat praten... Ik hoor jullie goed. Maar ik hoor je nu weer goed. Hoor je me nu beter? Oké, nu is het beter, man. Winston Wilson van National Compliance Suriname Congress. Dat is binnenkort, ik dacht 17 februari ergens in Suriname. Wat is dit NCC 2023, National Compliance Congress? Het Compliance Congress wordt gehouden op 20, 21 en 22 februari. Zo hoor ik je graag. En uiteindelijk van die drie dagen zullen we uiteindelijk vanuit de overheid en vanuit het bedrijfsleven verschillende partijen bij elkaar komen om te praten over compliance. En dat heeft te maken met het gegeven dat Suriname het risico loopt om als land geblacklist te worden. En op het moment dat Suriname als land geblacklist wordt, dan hebben alle bedrijven en alle burgers in Suriname een uitdaging, omdat we natuurlijk een importeconomie hebben. Je kan dan geen financiële transacties meer doen, want je komt in een financieel isolement terecht. En dus daarom is het belangrijk om met dit congres ons steentje bij te dragen, dat we met z'n allen kunnen voorkomen dat Suriname geblacklist wordt, maar precies weten wat ons te doen staat als organisaties en als burgers. Ik denk, wauw, Suriname is nog niet geblacklist als ik hoor wat allemaal daar gaat. Meer geld in de samenleving dan nodig is. Monetaire financiering, secundaire economie, drugs en alles. Zijn we nog niet geblacklist? Dat is nieuws. Nee, we zijn nog niet geblacklist. Maar het wil nog niet zeggen dat het niet kan komen. We hopen het niet natuurlijk. Het is belangrijk om te weten dat deze wetgeving sinds 2002 in Suriname van toepassing is. Dat is al pak een beetje 21 jaar dus. We hebben sinds 2002 hebben we van de financiële waakhond 40 aanbevelingen gekregen om op te volgen. Om zo een robuust systeem te ontwikkelen om corruptie en witwassen te bestrijden. En in het laatste rapport van januari jongstleden is naar voren gekomen dat van de 40 aanbevelingen eentje is gerealiseerd. 9 zijn redelijk gerealiseerd en 30 moet nog flink aangewerkt worden. En al die werkzaamheden moeten tussen nu en september plaatsvinden. Dus de overheid heeft heel veel werk te verrichten tussen nu en september om de rapportages ready te hebben voor november, wanneer de financiële waakhond bij elkaar komt. En op het moment dat ze dan bij elkaar komen en ze gaan zich buigen over het rapport van Suriname, dan wordt bepaald, jullie zijn er doorheen, jullie komen op een grijze lijst of jullie komen op een zwarte lijst. En niemand in Suriname, denk ik, wil op de zwarte lijst belanden. Op welke lijst staat Suriname nu? Voor mijn gevoel staan we op een, we zijn niet ge-graylist of ge-blacklist officieel, maar formeel. Maar ik zou zeggen dat we informeel wel in een soort grijze zone zitten. En dat heeft ook te maken met het feit dat 19,5 miljoen euro van de Surinaamse banken is vastgehouden onder verdenking van witwassen. Dezelfde wetgeving waar we over praten. En sinds dat moment zijn financiële transacties met het buitenland al een uitdaging geworden. En merk je ook dat de koersen in Suriname omhoog zijn gegaan. Dingen worden schaarser. Dus je merkt de impact al. En je merkt dat burgers moeilijk een bankrekening kunnen openen. Bedrijven kunnen moeilijk financieringen krijgen. En dat heeft allemaal te maken dat deze zaken nog niet op orde zijn. En dat men vanuit het buitenland dus voorzichtig is om zaken te doen met landen, maar ook bedrijven in landen die voor blacklisting in aanraking kunnen komen. Dus op het gebied van witwassen.
En u weet het ook, niet zo lang geleden, jaren geleden, enkele jaren geleden, hebben ook ABN AMRO en ING eraan mogen geloven. ING heeft een boete gehad van 778 miljoen euro onder verdenking van witwassen. ABN AMRO heeft een boete gekregen van 84 miljoen euro op het gebied van witwassen. Dus het is ook niet zo zwart-wit als we praten over wel of niet blacklisting. Maar zo, als je naar die uitslagen kijkt, dan zou Nederland ook geblacklist moeten worden. Ja, maar Nederland heeft meer vlees om het bord, hè? Neem ik aan. Dat is het. Ken je Taptoe Group? Dat is van Loenies Hevel. Die staan achter de organisatie van de NCC, National Compliance Congress. Wat is Taptoe Group? Wat doen ze eigenlijk? Wat is dat voor organisatie? Daar moet ik een verbijzondering aan brengen. Taptoe Group, dat betekent Two are better than one. Daar staat de afkorting voor. Het komt uit de Bijbel. We zijn gelovig christenen. YouTube. Ik ook. Okay. Ik ben absoluut een christen. Mm-hmm. Het gaat eruit van de kracht van samenwerking. Two are better than one. Dat staat in Prediker in de Bijbel. Taptoe Groep is in 2010 opgericht in Suriname. En sindsdien voeren we projecten uit. En begeleiden we ook heel veel bedrijven in deze transitietrajecten. En mevrouw Lunies Heuvel is ingehuurd door ons om bij dit congres haar ondersteuning te bieden bij de marketing van het Nationaal Compliance Congres. Okay. Maar het is ook zo'n professional met haar eigen specifieke krachten en daar werken we graag samen mee. Ja. Als we ook kijken naar het Compliance Congres, we hebben meerdere sponsoren dit jaar, zoals het Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Suriname Business Forum, BDO Accountants, de American Chambers, de Nationale Ontwikkelingsbank. Dus je merkt dat steeds meer organisaties uit het bedrijfsleven dit traject van compliance en goed bestuur, want daar gaat het om, good governance. Als je uiteindelijk compliance hebt gerealiseerd, dat steeds meer organisaties in Suriname het beginnen te omarmen. Vanuit die bewustwording en steeds meer organisaties in Suriname ook de vereiste zaken in place beginnen te krijgen binnen hun organisaties om ervan uit te kunnen gaan dat ze compliant zijn en dat ze conform de principes van goed bestuur hun organisaties leiden. Compliance voor mensen die het niet weten, dat betekent dat jij goed bent, dat alles van jou prudent is, dat je dat je alles in je hebt meer, ja. weet je wat ik heb luisteren van alle plomaatjes. Compliance is de simpelste definitie van compliance is voldoen aan wet en regelgeving. Dus dat je niet met illegaliteit bezig bent. Mm-hmm. Nationale wetgeving, maar ook internationale wetgeving. Maar in het kader van compliance en deze anti-witwaswet en regelgeving is het wel belangrijk om te weten wat de wetgever nou precies verstaat onder witwaswet en regelgeving. Mm-hmm. Dus wat wordt als een witwasdelict gezien? En in de wetgeving internationaal, dus niet alleen in Suriname, zijn het uiteindelijk 22 gronddelicten die door de wet strafbaar zijn gesteld op het gebied van compliance en good governance. Dus denk inderdaad aan drugscriminaliteit, denk ook aan milieuvervuiling door middel van kwik, maar denk ook aan corruptiebestrijding, denk ook aan het bestrijden van interne en externe fraude. Maar denk ook aan gelijke behandeling voor mannen en vrouwen op de werkvloer. Ook met betrekking tot seksuele intimidatie. Dus het gaat vrij breed als we praten over witwassen en compliance. Maar uiteindelijk gaat het om 22 gronddelicten die strafbaar zijn door de wet. Waarbij ook bijvoorbeeld belastingontduiking daar een onderdeel van is. Ja, maar het klinkt allemaal mooi. Wordt in Suriname flink wit gewassen? En hoe gebeurt dat? Dat gebeurt hoor, dus je hoeft niet te zeggen ja of nee, het gebeurt wel. Hoe gaat de witwassing in Suriname? Als we bijvoorbeeld kijken naar het rapport wat uitgebracht is door de Financial Action Task Force, geeft ze aan dat bijvoorbeeld de hoogste dreigingen in Suriname op dit moment op het gebied van witwassen zijn corruptie en drugs. Dus middelen verkregen uit drugs. Criminaliteit kunnen gebruikt worden om uiteindelijk zaken te doen en komen zo in het financiële verkeer terecht. Witwassing drugs betekent jij verkoopt niet jij hè, persoonlijk, maar zwart geld, drugs, 20 kilo, 10 kilo en dat geld gebruikt hij dan voor business? Hij bouwt een mooi osso in morgenstond. Hij bouwt een mooi osso bij een biggie motor. Uh-huh. Ja,
Dus dan komt het geld ook terecht, wat je zegt, bijvoorbeeld in vastgoed, mm-hmm. in huizen, in percelen, in auto's. Dus door de wetgeving zijn al deze actoren, zoals makelaars, notarissen, accountants, die zijn allemaal door de wet verplicht gesteld om bepaalde meldingen te doen op het gebied van ongebruikelijke transacties. Mm-hmm. Maar ik ga je onderbreken. Maar waarom heb je hiervoor een congres nodig, een seminar en voorlichting en een hele dag of dagen zelf in een duurhotel in Suriname om je oren over te praten? Nou, ik moet zeggen, deze wetgeving is sinds 1989 aangenomen in het Westen. Ik woonde zelf die periode ook in het Westen, in Nederland. En het is op dezelfde manier aangepakt in het Westen, want men was ook niet zo happig erom om aan bepaalde compliance-eisen te voldoen. Dus er moet een bewustwording op gang gebracht worden. De financiële waakhonden, maar ook partijen die daarbij horen, zoals de toezichthouders, zoals de Centrale Bank, Financial Intelligence Unit. De aanpak in dit soort trajecten is altijd de bewustwording van de mensen vergroten en de kennis van de mensen vergroten, want ze hebben het nooit eerder hoeven doen. Dus dan moet je ze aanleren wat er van ze verwacht wordt, zodat ze het op een snelle en goede manier kunnen gaan implementeren. Maar heeft Suriname last van? Ik denk, ja, waarom zou jij dit aan de kaak stellen als ik denk van ja, het is altijd zo geweest en iemand heeft last van. Je verkoopt een klein beetje drugs naar Amsterdam, Wantumashwari of in een koffer en je bouwt dan veel in Suriname en daarna gaat vooruit. Niemand heeft toch last van? Ik denk dat juist die houding van niemand heeft er last van ervoor zorgt dat we als Suriname staan waar we staan. Want dan heb je het over een stukje waarden en normen. Anti-witwassen, anti-money laundering gaat om waarden en normen. Zoals de wet het noemt ook, het zijn integriteitsrisico's en integriteitsschendingen. Dus wil je een samenleving met een hogere standaard van waarden en normen, waardoor dit soort dingen die u net aangeeft niet normaal zijn, zoals het het geval is, dan zou je deze dingen aan de kaak moeten stellen, maar ook uiteindelijk sancties moeten uitdelen en mensen beboeten, bestraffen of wat dan ook. Nou, kan niet best zo blauw van. Nee, zeker niet. Wilson is live hier. En je bent hier bezig met TAP 2 Crew Group om dit bewustwording te brengen door middels van lezing, seminar, wat er ook gebeurt binnenkort in Suriname. Maar dan moet er een follow-up komen. Je hebt het aangekaart en we weten het. Mensen, al die witte huizen zijn van witte poeder bijvoorbeeld. En mogen die mensen in de huizen blijven wonen? Hoe verder dan? Wat gaat de regering doen? Want jij kan niks doen. Hè? Jij kan alleen maar aankaarten wat compliance betekent en wat het doet met de economie. Het is uiteindelijk een totale keten van rechtshandhaving, zoals ze het noemen. En dat is internationaal vastgelegd. Dus wat er nu gebeurt, dat de internationale standaarden worden geïmplementeerd in Suriname. Dat wil zeggen dat je ook een Financial Intelligence Unit hebt die uiteindelijk werk gaat doen. Je hebt een gaming board die uiteindelijk bepaalde toezichtwerk gaat doen. Maar je merkt ook dat de centrale bank al begonnen is met on-site visits uit te voeren bij de financiële dienstverleners. Waarbij de financiële dienstverleners hun huiswerk al hebben meegekregen. Waarbij dit traject, als we praten over compliance, internationaal niet in handen ligt van de regering. Bedrijven zijn verplicht, ik zei bijvoorbeeld in de kader van vastgoed, zijn notarissen en makelaars, maar als ook een betaling gaat via bank, dan zijn de drie partijen op dat moment meldingsplichtig om de melding te doen aan de Financiële Intelligence Unit en aan de Centrale Bank. Doen ze dat niet, dan zijn ze in overtreding. Dus op dat moment dat soort zaken in place zijn, dan praat je over een heel ander systeem van besturen in Suriname. Je hebt ook nog een paar notabelen opgeroepen of uitgenodigd om acte de présence te geven op deze dag. Ja. Hè? Dus dat zij ook gaan speechen. Wie zijn de sprekers op deze avond bijvoorbeeld? Het zijn verschillende. Waarbij, ik moet zeggen, dit congres is 3 dagen, maar het is het 3e congres dat we organiseren. Ook tijdens de COVID-periode hebben we gewoon met z'n allen werk verzet op het gebied van anti-money laundering en de stappen maken. Die congressen waren toen 5 dagen, dus deze is zelfs korter dan de voorgaande. Daar is er een tweedeling tussen sprekers. Je
hebt sprekers zoals meester Painat Pandey. En meester Painat Pandey is namens de overheid verantwoordelijk voor dit traject. Om te zorgen dat we uiteindelijk die 40 aanbevelingen opvolgen en dus niet geblacklist worden als land. Dus hij zal een van de inleiders zijn. Maar er zijn ook inleiders uit het buitenland, specialisten uit het buitenland, zoals professor Diekman. Als forensisch accountant, oud-bestuurslid van ABN AMRO, die uiteindelijk een inleiding gaat geven. Maar hij gaat ook masterclasses verzorgen. En tijdens die masterclasses, daar schrijven de professionals van de diverse bedrijven zich in. Gaat men in depth met die verschillende professionals en rijdt men zijn tools aan van stappen die men kan nemen om uiteindelijk te zorgen dat de eigen organisatie die transitie op een succesvolle manier kan doorlopen. Ik had dit al eerder gehoord en ook gesproken met mevrouw meester Jennifer van Dijk Silos van NRA, National Risk Assessment. Zoiets, misschien spreek ik het niet goed uit, maar iets in die richting. Laundering, money laundering, witwashing, Suriname en zwart geld. Wat is het verschil dan van wat jij gaat doen en wat de regering al geïnitieerd heeft met de NRA? NRA, National Risk Assessment. Ja, het is in elkaars verlengde. Maar als we praten over een National Risk Assessment, dan is het belangrijk om te weten dat men dus een landenassessment gemaakt heeft van Suriname. Dus het maakt niet uit van welke politieke partij je bent of welke etnische. Dus voor alle Surinamers in het hele land. Dan heeft men een deling. Men maakt eerst een assessment van de overheid. Het ambtenaar overheidsapparaat. Dus zaken als Korps Politie Suriname, de douane, de Divisie Commissie, de Centrale Bank, die zijn tijdens de NRA allemaal doorgelicht. Daarna heb je het bedrijfsleven. Ik heb de bedrijven al genoemd, banken, verzekeraars, pensioenfondsen, autohandelaars, notarissen. Die zijn vanuit het bedrijfsleven. Maar uiteindelijk is het een verantwoordelijkheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de publieke sector als de private sector om voldoende werk te doen en met z'n allen te zorgen dat we dus niet geblacklist worden. Dus het hangt niet van de ene of de andere af. De overheid kan al zijn werk doen, maar het bedrijfsleven heeft zijn werk niet gedaan, dan worden we nog geblacklist. Of het bedrijfsleven heeft zijn werk gedaan, maar de overheid heeft zijn werk niet gedaan, dan worden we ook geblacklist. En nou, als jij kijkt naar al die sectoren wat je genoemd hebt, hè, en ik heb Surinaamse roots, maar ik ben lang niet geweest, maar waarop zou ik letten dan? Wat zijn de sectoren waar er flink gewitwassen wordt? De Mutual Evaluation Rapport van de Financial Action Task Force heeft onder aangegeven de casino sector en de goud sector. En we merken ook in Suriname de laatste maanden dat vooral ook in de goudsector er bepaalde stappen gezet worden. Vanuit bijvoorbeeld Frankrijk zijn er heel veel partijen al hier geweest, zoals de openbaar minister, PG, omdat men uiteindelijk de zaken rondom milieuvervuiling, kwikvervuiling, in de goudsector serieuzer wil gaan aanpakken. En je merkt het al ook aan de grens tussen Suriname en Frans-Guyana, is de controle ook al verscherpt op dit moment. Want dat heeft ook te maken met, wat we zeiden, drugs gerelateerd. Als we naar de Franse gevangenissen gaan kijken in Frankrijk, 1 op de 10 mensen daar in de gevangenis heeft een Surinaamse root en zit daar vanwege drugscriminaliteit. Dus zo linken die zaken uiteindelijk in elkaar en gaat je over dus. De goudvelden waar er nog onvoldoende controle is. De goudvelden waar er nog veel illegaliteit is. Maar de goudvelden waar er ook nog, als je niet oppast, kinderarbeid plaatsvindt. Dus het is heel belangrijk van de financiële waakhond uit, hebben ze aangegeven, dat die sector echt verder geordend gaat worden. En daar zijn echt tijdspaden voor afgesproken. En dan binnenkort de National Compliance Congress, die vindt plaats. En dan heb jij heel veel mensen uitgenodigd, invloedrijke sprekers, mensen die iets betekenen in het maatschappelijk debat. En dan na zo'n avond of avonden, ik weet niet, wat doe je dan met de samenvatting, met de bevindingen? Nou, ik moet zeggen, tweeledig. Sowieso na aanloop naar het congres is ook vrij inspannend, omdat we veel overleg moeten hebben met de verschillende stakeholders van wat hun bijdrage gaat zijn en vanuit welke insteek ze hun bijdrage gaan leveren. Dus na het congres hebben we ook een evaluatie met de verschillende stakeholders. Vorige congres bijvoorbeeld heeft de heer Painat Pandey
gevraagd om uiteindelijk een verslag van de uitkomsten van het congres, zodat hij bepaalde dingen ook kon meenemen. Dus dat is de toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven geweest. Heel veel tips zijn ook meegegeven aan meester Bainat Pandey toen. Dus wat je daarna krijgt is een evaluatie met follow-up, waarbij je met die bedrijven die aanwezig zijn, de bedrijven die dat kenbaar maken, verder de diepte ingaat binnen hun organisaties om zaken echt te gaan implementeren. Dit is het jaar echt van implementatie, van toepassen van deze wet en regelgeving. Ja, maar dan denk ik van overheidswegen, minister van Financiën, Belastingen, Justitie. Wat is hun bijdrage hierin? Alle partijen die u net heeft genoemd zijn belangrijke stakeholders in deze. De minister van Financiën is niet zo lang geleden in de assemblee geweest en heeft een paar speerpunten aangegeven. De eerste was IMF moet succesvol afgerond worden. Het tweede was de National Risk Assessment moet succesvol afgerond worden. En het derde was bijvoorbeeld de subsidies moeten afgebouwd worden. Dus als je kijkt naar de Belastingdienst, die valt ook onder het ministerie van Financiën. Dus al dat soort partijen, die zijn een belangrijke stakeholders in dit geheel, absoluut. En daarom hebben we ook tijdens de congressen tot nu toe altijd dat soort partijen vanuit de overheid, die een belangrijke rol spelen daarin, zoals bijvoorbeeld meester Bainat Pandey, hebben we altijd meegenomen in dit soort trajecten. Dit is de derde keer hè, dat je Tap to Group en jouw organisatie, de NCC, organiseert. Nu is het NCC 2023, National Compliance Congress. Drie keren, man. Dit wordt de derde keer of vierde keer? Dit wordt de derde keer. Wat hebben jullie bereikt dan na twee keren zoveel effort ingestoken te hebben? Denk van, wie is er wijzer van geworden? Wie is er beter van geworden? Waar zijn om een simpel voorbeeld te geven. We merken sowieso in het dagelijks werk dat de bewustwording echt toegenomen is. De meeste mensen weten wel in Suriname waar we over praten, als we praten over witwasbestrijding, corruptiebestrijding en dat soort zaken. Dus men is bewuster geworden. En dat merken we ook bij de bedrijven. Ik kan een voorbeeld geven. Gisteravond heb ik van 6 tot 10 heb ik een trainingstraject, adviestraject verzorgd voor een organisatie in Suriname. En dan krijg je de feedback van de mensen. Maar uiteindelijk is met zo'n organisatie ook een traject ingezet. Want los van de regering en de overheid, dat heeft niets met politiek te maken. Bedrijven die in Suriname actief zijn, of burgers die in Suriname wonen en die een rekening hebben bijvoorbeeld bij ABN AMRO of bij ING. Die bedrijven werden ook aangeschreven. Ze hebben ook leveranciers in het buitenland. Die leveranciers in het buitenland hebben ze ook aangeschreven. Van heb jij deze compliance zaken in orde? Anders loop ik het risico om met witwassen in aanraking te komen als ik zaken met jou doe. Ik wil graag zaken met je doen, maar dan moet je me laten zien dat je zaken in place hebt. En we hebben verschillende organisaties. Ik zei het al, in de afgelopen jaren hebben we meer dan 30 organisaties mogen begeleiden. En uiteindelijk in het begeleidingstraject is het zo ver gekomen dat die bedrijven zaken konden blijven doen met hun buitenlandse leveranciers. Zaken konden blijven doen met de buitenlandse banken. En hun bedrijven worden nu gerund via de systemen van goed bestuur. Dus dan merk je op dat moment dat het absoluut zoden aan de dijk gelegd heeft. Anders was dat bedrijf over de kop gegaan en hadden ze misschien moeten sluiten. Je bent op 3, hè? Dus ik neem aan dat je verder gaat. Dit is niet het einde, toch? Ja, toch? Ik moet eerlijk zeggen, ik had voor mezelf, hadden we vooraf een inschatting van laten we proberen als de behoefte bestaat om 3 te organiseren. Dus we weten nog niet wat het hierna komt. Maar ik moet wel zeggen, vanuit verschillende partijen hebben we de vraag gekregen van pak hiermee door minimaal tot 2025. Want dat is de periode minimaal die we nodig hebben om deze transitie goed te doen. Oké. Maar weet je, ik heb nog geen duidelijk antwoord voor mijn gevoel, hè, Wilson. Ja. Van je bevindingen. Je gaat nu de derde keer in mensen weer uitnodigen om te praten over compliance. Compliance betekent zorg goed dat het goed gedekt is. Niet met zwart geld, niet verkeerde dingen doen. Volgens de regels, rekeningen, opgave, jaaropgave, alles. Compliance, you know that. Ja. Ja, ja. Drie keer ben je al bezig, man. Waarom zijn er geen verandering? Zie jij die verandering? Ik zie ze niet. Mensen blijven maar zelfs de voet doorgaan. ik begrijp het helemaal. Ik zie veranderingen, moet ik zeggen. Omdat ik er echt dagelijks mee bezig ben, binnen de bedrijven ook.
Ik zie veranderingen, maar het is mondjesmaat. Dat ben ik wel met je eens. Suriname zit echt in de beginfase van deze transitie. Als je van de 40 aanbevelingen in 20 jaar tijd 1 hebt gerealiseerd, dan snap je ook wel dat we aan het begin zitten. Waarbij er een groot verschil is tussen zeg maar, de overheid en het bedrijfsleven, zoals ik aangeef. Bedrijfsleven heeft een andere verantwoordelijkheid. Of de overheid zaken in place heeft of niet, of ze de regering zaken in place heeft of niet. Die vragen gaan ze krijgen van die buitenlandse leverancier en die buitenlandse banken. En die bedrijven willen zaken blijven doen. Dus zij hebben er het meeste baat bij om los van die overheid te zorgen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en zaken in place hebben. En zo dus zaken kunnen blijven doen. En we merken in die dienstverlening dat het bij heel veel bedrijven al is gelukt in Suriname. Om prudent zaken te doen met juiste mensen. Deze transitie te doen. En we merken ook, wat ik zei, we hebben nu sponsoren. Steeds meer partijen sluiten aan. Zoals Suriname Business Forum, American Chambers, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Dus het heeft even geduurd om zeg maar die grote steen de heuvel op te rollen. Maar je ziet die olievlekwerking langzaam wel komen. En dat is wel geeft wel een dankbaar gevoel. In jouw beleving wordt Suriname schoner, dus veel minder zwart geld. Maar als bestuurskundige weet ik ook dat zulke processen lang duren. Het is niet overnight. Een land heb je niet overnight getransformeerd. Dat duurt jaren, maar je moet er een aanvang mee maken. Maar toch wil ik weten hoe de politiek naar kijkt. Naar jouw initiatief en jouw project en jouw programma. Dat zou je aan de politiek moeten vragen. Maar jij hebt ook een belton alleen met 20. Je weet hoe ze over jou denken. Ik moet zeggen dat tot nu toe we van de politiek, ook of het nou onder de periode van mevrouw Van Dijk Silos was, of onder deze regering, hebben we altijd de volle medewerking gehad tot nu toe. En dat kan ik ervan zeggen. Waarbij ook we in een fase zitten dat het heel spannend is. Het jaar 2023 is een heel cruciaal jaar voor Suriname. Het is een zwaar onderwerp en jij brengt het in heel veel woorden van economen, compliance en het moet national risk assessment. Maar uiteindelijk wil je zeggen van je wilt Suriname een beetje vrijwaren van zwart geld, drugsgeld, blakamonie en dat soort dingen. Daar gaat het toch uiteindelijk om? En corruptie. Corruptie is ook een van de grootste bedreigingen geweest. En daar zijn ook stappen gezet. Bijvoorbeeld, Suriname heeft de anticorruptiewet sinds 2017. Werkt het wel? Werkt die wet wel? Nog niet voldoende. Waarom niet? Dus dat is ook weer, dan kom je bij zaken als politieke wil. Maar uiteindelijk ook doortastendheid van toezicht en handhaving. Maar bijvoorbeeld onder druk van het IMF heeft Suriname zich moeten committeren aan de UNCAC. Dat is de United Nations Wet ter bestrijding van corruptie. Suriname heeft die wet al aangenomen onder advies van IMF. Maar dat betekent ook dat de Surinaamse anticorruptiewet van 2017 ook weer een upgrade ondergaat. Een van de upgrades die is ondergaan is bijvoorbeeld dat politiek prominente personen in Suriname nu als hoog risico worden gezien op het gebied van corruptie. Dus dat wil zeggen, komt zo'n politiek prominent persoon bij jou als dienstverlener, je bent een bank, je bent een makelaar, dan ben je verplicht, zegt de wet, een verscherpt onderzoek te doen. Dat was voorheen niet zo, maar dat is nu wel zo. Winston Wilson is live hier bij mij. Tot besluit, Winston Wilson en Looney Zevel, voelen jullie zich niet echt als een roepende in de woestijn? Want ik denk van ja, Biggie Money, zwarte auto's, dat domineert Suriname, geblendeerd. En je weet het wel, hoe groter je drugs is, hoe groter je huis, drugsbusiness dan. Ik moet zeggen, waarschijnlijk... Het is toch gewoon roepen in de woestijn. Ja. Wie luistert naar jullie dan? Waarschijnlijk had ik me 10 jaar of 15 jaar geleden inderdaad een roepende in de woestijn gevoeld. Maar er is heel veel veranderd in die tijd, in de environment. Een belangrijke verandering in Suriname is dat men in Suriname wil gaan beginnen met de olie- en gasindustrie. Op het moment dat je in de olie- en gasindustrie zaken wil gaan doen, dan ga je bepaalde zaken in place moeten hebben. Anders zien die bedrijven het als een risico. Ik zei het al eerder, volgens mij, een aantal jaar geleden is Guyana geblacklist geweest. Ze hebben toen een zaak op orde moeten maken. Toen een zaak op orde waren, zijn ze begonnen met het pompen van olie. In Suriname is het nu zover dat we onze zaken op orde moeten gaan krijgen. Anders ga je ook geen foreign investment decision krijgen, bijvoorbeeld van oliemaatschappijen.
maar het is een risico om te investeren in je land. Mm-hmm. Dus de noodzaak om dit soort dingen te veranderen, die is heel anders dan 10 of 15 jaar geleden met die olie voor de kust. Oké. Okay. Winston, in de Nationale Assemblée Suriname heeft men twee minuten voor interruptie. Ja. Ja, zo heet het toch? Interruptie, 2 minuten in DNA. Wil mij in 2 minuten uitleggen hoe de corruptie uitziet in Suriname, hoe dat te werk gaat in 2 minuten, want heel veel mensen kunnen het begrijpen. Ik heb hier de mos van een partij in Den Haag, die heeft een paar vrienden bevoordeeld met nachtvergunning en dan moet die hangen 2 jaren lang de bak in. Maar hoe ziet de corruptie in Suriname in? Dat is een goed voorbeeld. Het systeem is vrijwel hetzelfde. In Brazilië zijn er ook veroordelingen geweest op basis van dit soort corruptieschandalen. Het gaat om, internationaal is men erover eens dat politieke prominente personen op bepaalde posten komen zitten. En doordat ze op bepaalde posten zitten, zijn ze in de positie om bepaalde dingen te gunnen aan mensen en niet aan anderen. Ja, dus je krijgt een belangenconflict, belangenverstrengeling. Belangenverstrengeling is een vorm van corruptie. Jij kan bijvoorbeeld als meneer Pina zijn vergunning afvragen voor een nachtclub en je krijgt het. En wanneer Wilson voelt het aan dezelfde voorwaarden en vraagt die vergunning aan en die krijgt het niet. Dat is een vorm van corruptie. Dat is een vorm van willekeur uiteindelijk, waardoor je geen rechtszekerheid hebt. Maar het is toch niet strafbaar in Suriname? Alleen hier in Nederland is het strafbaar. Rapte, wie kan zitten? Is het ook strafbaar? Absoluut mee eens. Maar nu, conform de nieuwe wet en regelgeving, is het strafbaar gesteld. En ga je dus nu naar de situatie in Suriname dat het ook geïmplementeerd wordt en er ook toezicht op gehouden wordt. Daarvoor was dat nog niet. Maar die wetgevingen zijn nu al veranderd. Die controles dat mensen erna leven, die vinden al plaats. Dus ik snap dat mensen nog geen bepaalde veranderingen zien. Maar ik weet achter de schermen dat die veranderingen al plaatsvinden. Maar het is nog niet zichtbaar voor het grote publiek. Maar het gebeurt al. En dat komt Suriname ten goede op den duur? Absoluut. Okay. Als bestuurskundige is het bij mij met de paplepel erin gegoten. Corruptie staat gelijk aan armoede. Hoe meer corruptie er is in een land, hoe meer armoede er gaat zijn in een land. Dus wil je uiteindelijk dat het land zich duurzaam ontwikkelen, dan ga je de corruptie moeten aanpakken. Want anders verdwijnt het geld in zakken van enkelingen, in plaats van in nationaal belang dat het ingezet wordt. Hey Winston, ik wil met je afspreken dat ik jou minimaal 1 keer in de maand hier in de diaspora. Om ons uit te leggen wat daar. Want jij verwoordt zo goed dat ik bijna niks meer te vragen heb. Zullen we het afspreken? Abon, geen probleem. Succes, wanneer is jouw congres nog een keer voor de mensen die naartoe willen? 20, 21 en 22 februari. 3 dagen dus. Congres, waar? 3 dagen. Waar? In Utopia aan de Anton Drachtenweg. Utopia, maar ik moet erbij zeggen dat we inmiddels ook uit Curaçao, maar ook uit Nederland, aanvragen hebben gekregen van mensen die het online willen bijwonen. Mm-hmm. Dus we zijn nu de voorzieningen aan het treffen om dat te helpen realiseren. Nou, de kans is zo groot dat het uitgezonden wordt of staan vast. Als je het goed vindt, met jou goed vinden. En Lunis, geen enkel probleem. Ja? Geen enkel probleem. Hoe meer mensen het weten, hoe beter. Nou, dit is een project om te ondersteunen. Die zekerheid kan ik jou nu geven. Dan gaan we met z'n allen roepen in die woestijn samen. Nou, ik ben naast jou. Bedankt voor jouw duiding en toelichting. Winston Wilson vanuit Suriname in verband met de NCCA 2023 National Compliance Congress. En die doen ze samen met TAP2 Group. Volg het hier op Standvaste. Dit is Standvaste Live. Even kijken wat we hier nog hebben. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.